Hoi alle, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de eerste hints van aflevering 3. We bespreken onder andere gekke foutjes in de Wie is de Mol app, een opmerking van Rick die ons kan laten twijfelen en een kandidaat die iets geks postte op Instagram. Laten we het eerst hebben over de gekke foutjes in de Wie is de Mol app. Sommige mensen krijgen namelijk steeds, als de score wordt berekend, een rood vlak bovenin hun telefoonscherm te zien. Dit gebeurt alleen als je inzet op de kandidaten Nabil, Aniek, Sway, Jurre of Daniel. Dus als er uiteindelijk punten zijn ingezet op één van deze kandidaten, dan krijg je dat rode vlak. Zouden we hiermee er dan misschien wel van kunnen uitgaan dat één van deze kandidaten gaat afvallen of dat ze allemaal gewoon afvallers zijn? En dan ook kun je ook nog even terugdenkend aan hacken denken. Dan kan dit namelijk weer een subtiele aanwijzing zijn richting Daniel als mol. Oké, als we in de aflevering kijken naar de verschillende biechten van de kandidaten, dan valt het op dat de biechten van Ranomi vrij geheimzinnig en verdacht zijn. Ze is natuurlijk meer te zien in beeld bij de biechten, en het kan zelfs lijken op stukken van molbiechten. Meer over de biechten en het offline schema zal ik dan ook gaan bespreken in de aankomende uitgebreide hints video. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Oké, en dan heb ik nu even een paar kleine theorietjes voor jullie. Tijdens de opdracht met de definities doet de mol er goed aan telkens voor de verkeerde definitie te kiezen. De mol weet natuurlijk uiteindelijk wat de juiste definitie is. En Jurre en Aniek leken namelijk de meeste goede antwoorden te geven. En zijn dus niet erg verdacht in deze aflevering. In deze opdracht. Zou je hun hierdoor af kunnen strepen als mol? De titel van de aflevering is natuurlijk Spelbreker. In de opdracht op de ijsbreker zijn Soy, Nabil en Ranomi te zien met een pikhouweel in de hand. Waarmee ze het ijs breken. Verwijst de afleveringstitel naar één van hen omdat zij in het spel ijs breken? Het kan ook nog verwijzen naar Daniel natuurlijk, die het juiste antwoord slim gaf om fanatiek over te komen. Maar hij is natuurlijk uiteindelijk voor de jokers gegaan. En daardoor komt er geen geld in de pot. En wat wil een mol niet? Geld in de pot. Jurre noemt, wanneer ze het woord proberen te ontcijferen, als eerste het woord schip. Dat zou een mol natuurlijk niet snel doen. Je zou juist als mol zo min mogelijk woorden gaan roepen. En dat maakt Jurre ook wel weer een beetje lager op mijn verdachtenlijstje. Dan even een gekke opmerking van Rick. Rick vertelt aan het begin van de aflevering dat de mol een goede pokerface heeft. En aan het eind van de aflevering kiezen Soy, Jurre en Daniel om de groep voor te liegen. En dus een pokerface op te zetten. Hierdoor wordt Jurre wel weer iets hoger op mijn verdachtenlijstje. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat Daniel de mol is. In mijn ogen is hij gewoon de mol. Soy is gewoon te opvallend bezig in de aflevering. En Jurre, die zou het eventueel ook kunnen zijn, maar ik zou hem een iets mindere mol vinden. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën. Neem daar ook zeker even een kijkje als je meer hints en theorieën wilt. Tijdens het maken van de test had Anke een groene ring om. Direct hierna kwam ook nog eens het Wie is de Mol logo in het beeld, terwijl zij op die laptop zit te typen. Hiermee zou je een goede verwijzing kunnen hebben naar Anke als mol. Want ze heeft in de vorige aflevering een groen petje op. En in deze aflevering heeft ze ineens een groene ring op. En wat krijgt de mol altijd? Een groen scherm. Dan is bij de eliminatie Daniel alweer niet genoemd. En heeft dus alweer zijn scherm niet gezien. We krijgen hierdoor ook niet beeld van hem hoe hij zich gedraagt tijdens de executie. En dit vind ik heel erg verdacht richting hem. En ook jammer. Want ik wil gewoon weten of hij een mol is. Of dat hij kandidaat is. En dat kun je bijvoorbeeld ook zien doordat de slagader klopt. Dat is gewoon een biologie term. Dat als je spanning hebt of zenuwachtig bent of aan het liegen bent. Zoiets. Dan heb je een slagader die aan het bonken is. Dus dat is ook wel weer een beetje verdacht richting Daniel. Ook nog even een nutteloze hint naar Daniel. Als hij zijn test namelijk maakt, zien we dat er een pijltje naar hem wijst. Wijst deze pijl ons de mol aan. Tot slot over de eliminatie. Aniek had namelijk geen tas mee tijdens de eliminatie. Is dat omdat zij nooit het spel hoeft te verlaten?
En in de vorige aflevering had ze namelijk ook alleen maar een handtasje bij zich. Terwijl de andere kandidaten altijd wel de normale tassen bij zich hebben. En dit is natuurlijk heel erg verdacht richting Aniek. Want als mol hoef je natuurlijk nooit naar huis. Je hoeft dan niet al je spullen mee te nemen. Dus dan is het makkelijker om een handtasje mee te nemen. Het lijkt mij niet dat je op reis gaat met alleen een handtasje. Voor 4 weken. Dus dat is ook wel weer een verdacht iets richting Aniek. In het volgende keerstukje aan het einde van de aflevering zien we dat de kandidaten iets moeten doen met een badeend. Weer dat badeendje. Wat kan dit natuurlijk te maken hebben met de mol? Nou ja, Ranomi is natuurlijk zwemster en Daniel is hacker. Het is een badeend, dus dat leg je in het water wat kan slaan op Ranomi. En Rubber Ducky is een hackersterm wat kan slaan op Daniel. Daarnaast zat het ook nog op dat in deze aflevering Ranomi een antwoord gaf bij opdracht 2 met Peking eend. En daarnaast reed ze ook nog eens op een gele kwad en wat is geel voor een kleur? De kleur van een badeend die geel is. Erg gedacht richting Daniel en Ranomi dus. Dan nog even een hint die Henk Jan gemaild heeft over aflevering 1. Dan blikken we dus even terug naar aflevering 1. Met het gekke telefoongesprek van Riek aan de kandidaten. Met het goeiemorgen tekstje terwijl het maar 14:01 is. Als we namelijk de tijd 14:01 veranderen naar 10:41. Dus dan spiegelen we de tijd. Dan is deze tijd natuurlijk wel in de ochtend. 10:41. Dan klopt het een beetje. Als we dan van deze cijfers de letters opzoeken, dus in plaats van 14:01 Nabil Ayad, dan heb je nu dus, krijgen we de letters JDA, oftewel Anke de Jong. Ik vond deze hint een beetje, je kan het ver gezocht vinden, maar ik vond deze hint wel iets beter dan de vorige hint, omdat je hier weer wat meer achter moet zoeken. Tot slot, om de video af te sluiten, bespreken we nog een gekke situatie die zich heeft voorgedaan. Op Instagram afgelopen week. Ik zat namelijk rustig door mijn Instagram te scrollen en kreeg de melding dat Jurre Geluk een story had gepost. En dat was deze story. Hier staat tussen haakjes: het is soi. Ondertussen kreeg ik een DM van een ander Wie is de Mol fan account. Hij had Jurre meteen een DM gestuurd en hierop antwoordt Jurre dat anders de pleuris uitbreekt en daarna heeft hij meteen de story verwijderd. Het was een story van mollenstreken waarin je moest raden welke kleding van welke persoon het was. Hij had het gedeeld in zijn verhaal en hij zei tussen haakjes: het is soi. Maar hiermee kan je natuurlijk ook interpreteren dat hij denkt dat soi de mol is. Nadat hij die story heeft verwijderd, heeft hij vervolgens een nieuwe gepost. En hierin staan er vervolgens ook heel opvallend 3 uitroeptekens, maar de tussen haakjes met het is soi is dan weg. En hierna heeft hij weer die story verwijderd. En dit keer weer een nieuwe gepost. En toen zonder uitroeptekens. Het is zeker een erg gekke social media actie. Wat kan je hier nou uit leiden? Je kan hier uit leiden dat Jurre denkt dat Soi de mol is. Dat Jurre heeft ingezet tijdens de test dat Soi is. Of hij is zelf de mol, probeert zo min mogelijk te delen erover. En hierna volgen er ook nog een paar DM's. Ik heb hem ook nog DM's gestuurd. En wat mij heel erg opviel, wat hij stuurde naar dat andere Wie is de Mol fanaccount is voordat de pleuris uitbreekt. Het kan dus zijn dat Jurre ervoor heeft gezorgd dat dit heel erg verdacht is en dat hij iets heeft gespoilerd in de aflevering. Ik weet het niet. Het is in ieder geval een verdachte social media actie, zoals ik al eerder zei. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dan blijf je op de hoogte van aankomende week de nieuwe Wie is de Mol video's, waarin ik uitgebreider inga op bijvoorbeeld de biechten van de kandidaten en het offline schema die ik heb gemaakt. En dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Laters! Woo!